Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 5 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het stormt echt als een malle. We hebben te maken met storm Polly op dit moment. Ik dacht gisteravond op een gegeven moment, toen er eigenlijk niks gebeurde, van misschien heb ik de boel wel voor niks naar binnen gehaald. En dat irriteerde me een beetje, omdat ik er gewoon niet echt heel veel ruimte voor heb. Maar het is niet voor niks geweest, want de storm is vannacht losgebarsten. Ik ben vanochtend een keertje rond 6 uur wakker geworden van sirenes. En toen ben ik even naar de wc geweest. Toen dacht ik, zo, het stormt wel echt gigantisch. Hij heet dus storm Polly. En wat ik heb begrepen is er helaas ook al één slachtoffer gevallen. Dat is wat er nu bekend is gemaakt. Het is te hopen dat het niet nog meer slachtoffers worden. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Er was ook wel afgegeven van als je thuis kan werken, probeer dat ook te doen. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet voor iedereen haalbaar. Dus ja, vind ik altijd een beetje lastig. Ik snap wel dat ze het zeggen, maar ja, als het niet te doen is, dan houdt het natuurlijk op. Het is best pittig. Ik ben wel even naar de brievenbus geweest, omdat ik even wilde kijken of mijn folders er waren. Ik kreeg de deur echt amper open. Ik heb ook weer lange mouwen aan, nu voor het eerst, of drie kwarts mouwen. Maar de verschillen zijn zo groot, omdat het van het weekend gewoon weer 32 graden wordt. En dat je denkt, nu is het 13 graden volgens mij. Ik zal eens even kijken hoor, wat het precies is. 14 graden is het nu dan. Maar ja, dan denk je van, oh, dan ga je van het weekend weer naar 32. En dat zijn gewoon best wel, ja, de heftige verschillen. Maar ja, goed, het is wat het is. Verder blijf ik gewoon binnen en hoop ik dat er niet nog meer slachtoffers zullen vallen. Ik heb gisteravond een klein stukje van Zeeman Confronteerd gekeken, omdat ik niet precies was om welke aflevering het ging, maar ik kende hem al. Had ik al wel verwacht, want het was een herhaling. Dus toen ben ik met Nathalie eventjes gaan gamen. Was wel heel gezellig, even bijgekletst en eventjes lekker gegamed. De katten zijn heel onrustig. Die lopen echt de hele tijd te rennen en te doen. En dat merk ik dan ook als ik op bed lig. Na het gamen ben ik eventjes mijn vlog af gaan maken. Heb ik mijn foto's bewerkt. En ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Wat ik echt wel een bijzondere wending vond. Die ik eerst niet helemaal zag aankomen. Maar uiteindelijk was het op zich wel een logische wending die er aankwam. Zeker een aanrader, Glamorous op Netflix. En toen ben ik even blauw gaan kijken en ben ik mijn boek gaan lezen. Maar ik kwam heel slecht in slaap en ik heb gewoon niet al te best geslapen. Maar ja, soms heb je dat. Ik ga nu eventjes hier de boel lekker doen. Ik ga een muziekje aanzetten. Het tafeltje wordt helemaal wild hier van al die vallende blaadjes en zo. Je zit echt naar boven te kijken. Ze denkt ook dat ze kan vangen. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn kleurkaarten van mijn potloden ben gemaakt. Ik ben met eentje bezig geweest. Ik ben uiteindelijk niet helemaal tevreden met het resultaat, omdat het een beetje scheef geschreven is. Maar dat ga je allemaal zien. Dus ik ga je laten zien hoe ik dat heb gedaan. En dan ga ik eventjes de bol doen en muziek aanzetten. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Nou, ik heb het blaadje nu uitgepimpt. En ik wilde deze potloden hierin gaan verwerken. Dus dat ga ik nu mee beginnen om deze dan te kleuren. En de naam erachter te zetten. Dus dat vind ik ook wel weer een leuk klusje.
Hier zitten nu alle potloden in van deze kleur verwerkt. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus dan kan ik ook zo de andere doen. Ik zie wel dat de tekst niet helemaal recht is. Maar goed, het is wat het is. Je kunt niet alles hebben. Maar goed, dan kan ik het bij de volgende misschien beter doen. Maar ik vind het voor nu in ieder geval wel weer tof. Zo, ik ben ook lekker klaar. Ik heb de boel weer helemaal lekker schoon. Even onder de bank ook met limo gedaan. Er kwam ook best wat stof vandaan. Dus gelijk even goed weggezogen en eventjes daaronder gedweld. Maar alles is in ieder geval wel weer lekker schoon. Dat geeft me altijd weer een fijn gevoel. Ik heb het idee dat de storm hier nu wel klaar is. Het waait niet zo hard meer. Het waait nog licht. Maar het is niet meer zo hard als begin van de middag. Dus nou ja, goed. Het is goed. Volgens mij zou die ook weer wegtrekken vandaag. Maar we gaan het verder wel zien. Ik heb nog eventjes wat voorkanten getekend voor mijn bullet journal. Dat was wel fijn. Nou, toen heb ik net de katten eten gegeven. Die zijn ook weer blij. Dus dat is ook allemaal wel weer lekker. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. En straks lekker douchen en eten. Vanavond eigenlijk ook weer weinig op televisie. Ik dacht dat Kinderen kopen een huis nog zou komen. Maar dat is afgelopen. Dus ik denk dat ik gewoon even ga gamen. En verder niet zo heel veel. Dan zie ik het wel. Misschien dat ik Nathalie nog eventjes... dat ik met Nathalie nog even wat ga gamen of zo. Even kijken hoe zij erin staat. Dus dat zal ik straks wel even sturen. Verder ga ik eventjes kijken. Ja, ik twijfel dus een beetje over een nieuwe serie. Omdat ik dus een beetje met het gezeur zit. Van ja, ik twijfel een beetje. Omdat morgen dus een nieuwe serie begint die ik heel leuk vind. Dus ik moet even kijken wat ik daarin ga doen. Ik ga sowieso wel mijn blogpost schrijven en de vlog uploaden en even een thumbnail maken. Daarna ga ik eventjes blauw kijken. En dan ga ik nog even mijn boek lezen en slapen. Want mijn coach is er morgen ook alweer op tijd, rond 12 uur. Dus... Nou, ik kop tijd de boodschappen binnen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 6 juli. Ik ben een tijdje geleden al klaargemaakt, want ik heb al boodschappen gedaan. Maar ik heb nog niet eerder de vlog geopend, want toen ik thuis was, toen hebben we nog even koffie gedronken en even nog wat dingen geregeld. Het was een beetje moeilijk met parkeren allemaal, dus het was allemaal een beetje lastig. Ik heb jullie nog wel even meegenomen de winkel in. Ik heb niks gekocht, maar nou ja, goed. Ik heb jullie wel even meegenomen, want ik wilde even kijken of ze wat hadden, maar dat hadden ze niet. Dus nou ja, goed. Dat doet er ook niet echt toe. Dus ja, ik ben dus al weg geweest. Ik ben nu lekker thuis. Ik heb een beetje een lichte hoofdpijn. Ik moet straks wel even een aspirintje nemen. Gisteravond heb ik gewoon, ik weet er alles van gekeken. Daarna ben ik nog even gaan gamen met Nathalie, wat wel heel leuk was. Toen heb ik de vlog ingepland, thumbnailtje gemaakt en een blogpost geschreven. Toen was ik even op zoek naar iets wat ik wilde gaan kijken. En toen kwam ik een documentaire tegen van Mokromafia. Een beetje achter de schermen, hoe dat eraan toe ging. Ook bij het begin van de serie met het maken daarvan. En ja, ook wel dat... Met de opnames dat een van de hoofdrolspelers, Paus, Ahmed Akabi heet hij volgens mij. Als ik het goed zeg, die is dus ook schrijver van deze serie. Dat er soms best wel wat druk op zit van, oh ja, met deze serie of dat scripts niet op tijd af waren. Maar hij is ook best wel kieskeurig, want hij is dus ook runner-up. En hij loopt dus ook mee met de opnames soms. En dan ging hij al een aflevering kijken en dan vond hij toch iets niet goed. En dan moest dan toch weer aangepast worden. Dus hij was best wel kieskeurig. Nu heeft iemand anders het overgenomen wat ik begreep. Maar het was op zich wel interessant om te zien. Na zou ik blauw gaan kijken. Maar daar was ik dus al doorheen. Dus toen heb ik Van Spijk opgezocht. Dat keek ik vroeger ook altijd. Vond ik wel weer een keertje leuk om terug te zien. Dus dat was verder wel leuk. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik nog een deeltje van mijn boek gelezen. Maar ik heb gewoon heel slecht geslapen. Ik werd om 7 uur al een keertje wakker. En toen had ik heel veel moeite met het weer in slaap vallen. Omdat ik wist dat de wekker op tijd ging. En ik heb er altijd gewoon heel erg moeite mee. Net mijn klokje die trekt dat niet helemaal. Omdat ik normaal natuurlijk heel veel vrijheid heb om met slapen en zo. Maar goed, dat was nu eventjes niet. Maar goed, toen heb ik even gesport. En toen ben ik verder klaargemaakt. Dus zodoende dat ik ook nog niet de vlog had geopend. Ik had mijn coach niet eens zien aankomen. Want ze stond ineens aan de deur. Maar toen kwam dat ik eventjes op de bank zat. Ik ga jullie even de beelden laten zien van de supermarkt, of van de supermarkt van de winkel, sorry. En dan zal ik ook eventjes de boodschappen laten zien, dan ga ik dat eventjes ook opruimen. En dan ga ik ook eventjes weer naar boven om even wat dingen te doen. Dus dat is de planning. Ik denk dat ik daarna nog even verder ga met de kleurkaarten voor de potlood. Ik denk dat ik die ene wel even opnieuw ga maken, want ik vond het toch wel heel scheef. Dus ik zal dat eventjes doen.
Zo, de boodschapjes. Je wordt er wel weer even op gewezen hoor. En ik heb het al wel vaker gezegd dat alles best wel duur is. Maar nu ook weer. Als ik zag wat ik bij de Lidl had eigenlijk. Niet eens al heel veel. Wat ik dan kwijt was. Dan denk ik wel van oei. Maar ja, goed. Ik heb bij de Lidl dit scheermesje meegenomen. Ik heb ooit zo'n scheermesje gekocht een keertje geloof ik. Bij de Lidl of bij de Aldi. Daar zaten dan allemaal van die losse mesjes bij. Maar daar ben ik bijna doorheen. En dat was een eenmalige actie. Die kun je niet meer opnieuw kopen. Toen zag ik deze. Die zat in het vaste assortiment. En daar kun je dus ook losse mesjes voor kopen. Hij was 4 euro. Je krijgt dus één houder en één zo'n mesje. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat bevallen. Ook was de kuppensoep in de aanbieding. Dus die heb ik ook weer even meegenomen. Omdat ik dus die ook veel eet. Vanavond maak ik crepes. Dus ik heb ook even die crepes meegenomen. Want die had ik niet meer. Dan heb ik bonen, want die waren nu in de app goedkoper. Ik heb daar 2 zakken van. Dan heb ik spekreepjes. Het is altijd wel even goed zoeken bij de Lidl. Want er zat er eentje achter ook. Die was ook heel bruin. Dus even goed uitgezocht. Slavinken heb ik gekocht. Je merkt nog steeds, de plus is nog steeds dicht. Die gaat volgende week open en ik had ze weer nodig. En toen dacht ik, oh ja, die zijn ook best wel aan de prijs. Maar ik vind ze van de bonen niet lekker. Dus nou ja, goed. En ik kwam deze tegen. Deze was nu afgeprijsd. Het is een proteïnebar met chocoladesmaak. En hij kostte nu nog 69 cent. Ik was er wel eens benieuwd naar. Ik dacht, nou die kan ik wel eens proberen. Dus die heb ik meegenomen. En de chocomel eventjes weer. Dan even de tas van de bonen. Ik heb ook nog een pakketje. En jullie zullen even laten zien wat daarin zit. Daar heb ik het kattenvoer gekocht. Dat is ook wel een heel verschil. Bij de bonen betaal je 2,79 voor dit kattenvoer. En bij de Lidl is die 3,49. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Ja, dan heb ik toetjes, maar ik heb nu deze van de melkkan. Ik heb dus normaal natuurlijk altijd die van de Danoontje, maar die waren op. Dus ik heb nu deze. Champignonnetjes voor in de fres vanavond. Een zakje aardappelschijfjes en 2 zakken met patat. Een doosje frikandellen. Dan heb ik, eventjes kijken, 2 panties. Die waren nu nog 1,95. Ik vond deze er wel leuk uitzien. Die hebben een patroontje. Dit is een beetje een soort netje, zeg maar. SM. Ja, misschien had ik een maat groter moeten nemen, zie ik nu. Maar er was ook niet zo heel veel. Maar ja, goed. Vaak gaat het 1 keer en dan is het weg. En deze, die had ook wel een leuk patroontje. Ik vind het wel leuk staan. Dan heb ik voor zondag varkensatéetjes meegenomen. Ze waren wel wat duurder, maar ik had er wel een keertje zin aan. Je krijgt 3 stokjes. Maar goed, mijn moeder zei ook al, je kunt ze ook wel zelf maken. Maar ik ben dan bang dat ze niet zo lekker worden als dat mijn moeder ze altijd maakte vroeger. En ik heb gehakt voor in de preps gekocht, maar er gaat een deel van in de vriezer. Dus dit waren de boodschappen. Ik zal even dat pakketje openmaken. Dan zal ik even laten zien wat daarin zit. Het is van de Douglas. Misschien heb je het wel vernomen. Er komt een nieuwe bioscoopfilm aan van Barbie. En nu heeft NYX daar een make-up lijn van uitgebracht. Ik moet wel zeggen, het zijn niet de allergoedkoopste producten. Ik moet zelf zeggen, ze hadden ook oogschaduwpaletten, maar die waren best wel duur. Want ik dacht, oké, dat ga ik echt niet doen. Ik heb hier allereerst een dubbele sample van Clarins. Oh ja, ik heb hier allereerst een Nudes Dry Oral. Ik krijg er altijd samples bij. En dit is van Clarins. Dit is een dubbel serum licht textuur voor onder de oog. Dus die kreeg ik gratis bij. Ook krijg je cadeauverpakkingen vaak voor als je het cadeau wil geven. Maar goed, het gaat om de producten natuurlijk. Wat heb ik nou gekocht? Ik heb allereerst een butter gloss gekocht van de Barbie collectie. Dus ik heb nog nooit producten gehad van NYX, maar ik vond deze wel heel erg leuk te uitzien. Het is gewoon een hele roze lipgloss. Kijk. Maar wel verzorgend. Oh, het ruikt lekker. Ik ben heel erg benieuwd. Ze zeggen altijd dat NYX producten best wel goed zijn. En ik heb 2 liquid lipsticks gekocht. En ik heb deze lip creams. Zijn het eigenlijk in 2 kleuren, want ik kon niet kiezen. Ik vond ze allebei wel heel erg leuk. Ook dat Barbie erop. Hoe heet deze kleuren? Dit is de Protect Day Pink. Zijn dus inderdaad wel echt de roze tinten, want Barbie is natuurlijk ook roze. En dit is dan de
Dreamhouse Pink. Dus die had ik eventjes gekocht, want die vond ik gewoon heel erg leuk. En eigenlijk zouden ze pas vanaf de 10e gaan verkopen, maar het was er al. Dus wat doe ik dan? Ga even de boodschap opruimen, dan ga ik eventjes wat doen. En dan, ja, is dat in ieder geval weer klaar. Zo, ik heb even gedaan wat ik wilde doen. De boodschappen zijn opgeruimd. Ik heb boven even het een en het ander opgeruimd. Nu kon het nog eventjes mooi, want ja, vanaf morgen wordt het weer warm. Dan geeft hij de 28 graden aan, zaterdag 32 en zondag. 28 en dan vanaf maandag weer 24. Dus eigenlijk even 3 dagen is het dus echt eventjes dat het weer flink warm wordt. En daarna wordt het weer een beetje, ja, temperaturen die haalbaar zijn. Zo kon ik nou mooi nog even doen. Nou, ik heb eventjes ben alweer bezig geweest met de nieuwe kleurkaart. Ik heb die andere wel even opnieuw gedaan. Nu heb ik het even met potlood toch recht gemaakt. Ik wilde dat eerst niet doen, want ik dacht, ja, ik vind dat dan niet zo mooi dat je die potloodstreep dan ziet. Maar ik heb het heel dun gedaan, dus ik hoop dat ik het gewoon goed kan weggummen. Ja, en anders is het niet anders, maar dat scheven, dat kon niet in mijn hoofd. Er komt toch weer dat stukje perfectie naar voren. Oh, ik zit helemaal onder die lipgloss. Zie je dat? Helemaal rood. Nou ja, goed. Katjes hebben nu net lekker gegeten. Ik wil eigenlijk de stoelen nog even naar buiten doen. Maar dat kan morgen op zich ook nog wel. Ik weet niet of ik nog heel veel zin heb. Dus dat. Nu ga ik zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks eerst de nagellak eraf halen. Want het is heel lelijk geworden. Je ziet het vooral aan deze hand. Die heeft heel veel chips. Dus dat gaat er straks lekker af. Heerlijk. Dan ga ik dus even fraps maken. Als ik gedoucht heb, dan kijk ik vanavond weer. Ik weet er alles van. Misschien dat ik nog wat ga terugkijken. Of dat ik nog even ga gamen met Nathalie. Moet ik even zien hoe en wat. Dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken. Ik ga sowieso de foto's bewerken voor morgen. Dan ga ik op Netflix beginnen met de Lycon Lawyer deel 2. Wat ik wel heel jammer vind, is dat deze serie komt weer in 2 delen. Dus je krijgt nu... Siri wil wat zeggen. Vandaag staan er nieuwe afleveringen online. Dat is dan eerst de helft. En dan in augustus komt de 2e helft. Ja, Netflix doet het wel vaker. Maar ik vind het nooit heel prettig. Maar ja, goed. Het is wat het is. Dan ga ik even weer verder met Van Spijk. Want daar zat ik wel lekker in. Dus dat vond ik wel leuk. En dan ga ik lekker weer naar bed om een boek te lezen. En hoop dat ik vannacht gewoon iets beter slaap. Maar ik weet gewoon, ik hoef er nu niet. Ik hoef nu morgen, hoef ik de deur niet uit. Dus dat is allemaal wel lekker. Dan, ja, morgen heb ik gewoon weer een beetje mijn normale dingetjes. Dus dat vind ik altijd wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu gewoon eventjes lekker relaxen. Want ja, ik ben toch gewoon een beetje gaar. Het was druk in de winkels. En we moesten een eindje lopen. Ja, en dat merk ik dan meteen weer aan mijn rug. Want de boodschappentassen waren best wel zwaar. En die hebben we dan met z'n tweeën getild hoor. Gewoon naar allebei de kant. Maar ja, dan merk je dan toch wel dat het even heftig is. Maar goed. Ja. Dat is gewoon een beetje lastig. De markt is er dan op donderdag. Heel veel busjes nu op de parkeerplekken van werklui die aan het werk zijn bij de Plus. Dus ja, vanaf volgende week hoop ik dat het weer wat rustiger is. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag 7 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is alweer wel weer een warme dag. Het is 28 graden als het goed is. Ik zal het even nakijken. Dus we laten de boel dit weekend sowieso dicht. Vanaf maandag wordt het weer wat koeler. Dus dat is ook wel weer lekker. Tenminste, ik vind het zelf altijd wel heel fijn. Ik ga eventjes kijken hoeveel graden het precies is. Oh. Nou, 27. Nou ja, goed. Het is heilig, staat erbij. Dus ja, de boel blijft dicht. Op de slaapkamer heb ik het wel open, want daar moet ik zo meteen poetsen. Dus ja, anders zie ik natuurlijk niks. Dat is niet zo heel handig. Ik heb gisteren even mijn nagellak eraf gehaald. Dat was wel fijn weer, was ook nodig. Nou, ik had dus lekker fraps gemaakt. Dat was echt super lekker. Ik merkte wel dat ik wat meer dorst had. De eerste frap, die had ik er wat te kort in gehad. Dus de andere twee heb ik er iets langer in gehad. Dat was allemaal prima. Toen heb ik weet er alles van gekeken. Toen ben ik gezellig gaan gamen met Nathalie, was heel leuk. En toen kwam ik er gisteravond achter dat er een nieuw seizoen van Hudson & Rex is begonnen. En ik had het gemist. Het is echt zo raar. Het wordt uitgezonden op Fox. En ik heb echt een paar weken geleden nog gekeken van komt het alweer? Nee, ik kwam niet. Toen in één keer zag ik op social media gisteren dat het weer begonnen was. Dus ik dacht, chips, ik heb het gemist. Nou, gelukkig is Fox wel een zender wat ook nog wel eens herhaalt. Dus nou, ik heel snel gekeken wanneer wordt het herhaald. Het werd zondag herhaald, het werd dinsdag herhaald. Dus ik heb gelijk de opname ingepland dat ik hem in ieder geval nu kon opnemen om terug te kijken. Want ik vind het altijd een superleuke serie.
Na het gamen ben ik even mijn foto's gaan bewerken. Dat was allemaal ook gelukt. Toen ben ik begonnen met de Lycon Lawyer. Ik heb dat dus eerder al gezien, seizoen 1. Ik moest wel weer even inkomen met seizoen 2. Het is alweer een tijdje geleden. Was gelijk super spannend. Zat ik lekker in, dus dat was allemaal fijn. En toen heb ik gekeken naar Van Spijken. Dat was ook wel weer leuk. En ik zei dat tegen Nathalie. Oh, zegt ze, dat was altijd zo leuk. Ik zeg, ja, het is gewoon een videoland. Dus nou, was wel echt super leuk. Dus toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik word een beetje eentonig van dit boek momenteel. Maar ja, ik ga hem wel uitlezen. Maar want ik ben niet iemand die afhaakt. Maar het begint me een beetje eentonig te worden. Maar goed, dat heb je soms. Toen ben ik lekker gaan slapen. Ik was ook best wel moe, want gisteren toch wel veel prikkels met de drukte en zo. Maar nou, komt helemaal goed. Ik ga zo meteen lekker slaapkamer doen. Ik ga jullie meenemen. Daar heb ik ook wel zin in, want ja, is gewoon weer eventjes fijn. Eventjes dat alles weer lekker schoon is. Dus dat ga ik eventjes lekker doen. Ik ga lekker muziek aanzetten en dan gaan we gewoon aan de poets, ondanks dat het warm is. Dus ja, daar ga ik maar eens eventjes aan beginnen. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Lekker klaar. De slaapkamer is weer heerlijk schoon. Ja, het is toch altijd wel lekker als dat weer eventjes lekker helemaal gedaan is. Dus ik denk dat ik zo wel gelijk alweer even droog daar naar beneden knal. Want dan ja, kan die gewoon dicht blijven. Maar het is gewoon heerlijk. Weer lekker een schoon bed. Alles was op plek gehad. Dan merk je toch wel dat er best wel veel stof valt. Ook al doe je het regelmatig. Ja, en eigenlijk slaap ik natuurlijk alleen maar daarin. Ik maak me daar op. Verder doe ik niet veel in de slaapkamer dan dat. Dus dat snap je dan niet. Maar ja, stof komt overal vandaan. En ik denk ook wel met de ventilator hoor, dat het ook wel stof geeft. Nou, het is fijn dat het allemaal weer lekker klaar is. Katjes hebben net ook weer lekker gegeten, dus die zijn ook weer blij. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Even terugkomend op die toetjes die ik had gekocht gisteren. Ze zijn dus echt niet lekker. Ik heb er dus gisteren eentje genomen en ik dacht echt, oh... Het smaakt helemaal niet lekker. Het is zo anders als de Danoontje. Ja, ik maak ze wel gewoon op. Maar dat is dus wel een teken dat ik ze echt nooit meer koop. Daarom koop ik dus altijd de Danoontje. Omdat mijn verwachting dan was dat ze niet zo lekker zouden zijn. Maar ja, nu is mijn verwachting waar. Dus ik zit er echt een beetje... Het is een stuk zuurder. Het is niet zo zoet. Het is meer zuur, zeg maar. En dat is gewoon niet zo mijn ding. Ik weet wel, als ik heb vroeger ook wel yoghurt gegeten. Maar dan gooide ik er altijd aanmaaklimonade doorheen. Want pure yoghurt vind ik echt niet lekker. Maar die toetjes dus ook niet. Maar goed, dat wat ik zeg. Ik zal ze opmaken, maar ik koop ze dus niet meer. Vanavond ga ik kijken naar Ik weet er alles van. En Anoniem komt weer. Ik denk dat ik nog wel even ga gamen. Maar dan we hadden eigenlijk al gezegd vandaag niet samen omdat het zo warm is. En je zit met de koptelefoon op om met elkaar te praten. En dat is gewoon echt niet fijn als het heel warm is. Dus ik ga dan wel eventjes nog gamen. Ga ik de video in elkaar zetten. Daarna nog eventjes mijn blogpost ook schrijven. Dan ga ik lekker verder met de Lycon Lawyer. En daarna heb ik weer Mokromafia. Daar ben ik ook wel weer benieuwd. Ja, dus op zich wel weer een lekker avondje. Ook weer verder met mijn boek. Dus ja, dat wordt het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Eventjes lekker relaxen. Even bijkomen. Want ja, ondanks dat het wel lekker ging, merk ik toch altijd wel dat ik een beetje moe ben. Maar dat komt helemaal goed. Dus ja, ik ga bij deze dan zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 8 juli. Ik ben klaargemaakt. Heel warm vandaag. 32 graden geloof ik. Zal eens even kijken hoeveel graden het is. Hoeveel graden is het? Even kijken hoor. Ja, 32. Ik had het goed. 32 graden. Nou ja, het is gewoon weer zo dat ik natuurlijk alles dicht heb. Nou ja, prima. Ja, gisteravond. Allereerst werd ik opgeschrikt door het bericht dat er stond in het bericht dat Edwin van der Sar een hersenbloeding had gehad. Dat bleek uiteindelijk, toen ik Shownoes zag, om een prop tussen de hersenen te gaan. Er zit nog weer verschil tussen. Ook natuurlijk super heftig. Ik vond het best wel schrikken. Want ik denk, ja, hè, net niet zo lang weg bij Ajax. En nou ja, goed, dan krijg je zo'n bericht binnen. Je weet nooit hoe iemand daar weer uitkomt. Dus dat was best wel pittig. Ik begreep nu dat de situatie stabiel is, maar nog wel zorgwekkend. Toen zat ik lekker, ik weet er alles van, te kijken. En toen kwam rond 7:50 kwam er een bericht binnen van nu, van het kabinet is gevallen. En het, ja, de afgelopen dagen hebben ze dus overlegd en daar zijn ze dus uiteindelijk niet uitgekomen. En zodoende is dus nu het kabinet gevallen. Dus toen dacht ik, wow, ik had hem niet zien aankomen. Ik vind het op zich wel lekker hoor, dat er een frisse wind door Nederland gaat waaien, hoop ik. Want ja, ik bedoel, we zitten al 10 jaar aan hetzelfde kabinet eigenlijk vast. En ik heb ook niet echt het idee dat Nederland er beter op geworden is. Eerder slechter. Ik zeg niet dat alles verkeerd is gegaan, maar ja, een hoop wel. Dus ja, ik vind het op zich wel heel lekker. Maar ik was wel verbaasd, want ik had hem niet helemaal verwacht. Want ja, de afgelopen tijd heb je heel vaak gedacht, oh, het kabinet kan vallen en dan gebeurde het niet. Dus op een gegeven moment had ik er ook niet echt heel veel vertrouwen meer in. Maar goed, dat was dus wel gebeurd. Toen wilde ik anoniem gaan kijken. Maar ja, dat werd toen pas echt heel laat uitgezonden. Iets voor 12 uur of zo zou dat uitgezonden worden. Want ja, je ging nu natuurlijk ging alles over dat kabinet en dat hele... Het hele plein was volgestroomd waar ze dan overleg hebben en al die mensen die wilden kijken hoe ze dan naar buiten kwamen. Nou ja, Rutte die moest nu ontslag indienen bij de koning, maar dat moest nu schriftelijk, want de koning is al op vakantie. Dus nou ja, goed, we gaan het wel zien hoe het allemaal afloopt. Wat ik nu begrepen heb is dat we in oktober, november naar de stembussen kunnen om te stemmen. Ja, en dan is het te hopen dat er gewoon een heel nieuw kabinet verschijnt met nieuwe mensen. Tenminste, dat hoop ik zelf. Dus nou ja, goed, dat. Dus toen ben ik maar de BNB van Liefde, hoe is het nu met gaan kijken. Ja, op zich wel leuk om weer te zien hoe het met de kandidaten was. Ik moet wel zeggen, ik vond het wel jammer. 2 van de kandidaten die deden niet mee. Die zaten wel in het voorstukje. Dus ik was wel een beetje verbaasd dat die er niet in kwamen. Maar misschien hebben ze ervoor gekozen om niet weer mee te werken. Dat zou kunnen. Maar ja, goed, dat. Toen heb ik nog eventjes een game gedaan. En toen ben ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost gaan schrijven. Toen ben ik lekker verder gegaan met de Lycon Lawyer. En daarna weer Mokro Mafia. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. En ik heb op zich wel redelijk goed geslapen. Ik was ook best wel moe. Maar ondanks de warmte ging het wel goed. Misschien toch omdat je nu merkt dat het toch al wel in huis wat afgekoeld was. Ja, het loopt nu natuurlijk wel weer wat op. Maar ja, goed, als goed is het morgen weer voorbij. Of na morgen, sorry. Dus nou ja, goed, dat eigenlijk allemaal. Ik ga nu gewoon even wat kleine klusjes doen, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Ik ga ook weer eventjes mijn stoelen en zo naar buiten gooien, maar... Of gooien, nou niet gooien, maar daar kan ik jullie verder niet bij zitten, want het is allemaal heel krap. Maar ik heb nog wat andere dingetjes, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Nou, ik heb hier een pannetje staan. Je ziet nu niet heel goed dat hij heel vies is. Er zit water in. Ik kan het er wel even uithalen. Kijk, je ziet nu heel goed dat hij aanslag heeft. Die wil ik even proberen heel goed schoon te maken. Ik heb hem dus een nachtje in het dasje gezet. En nu ga ik kijken of ik die aanslag eruit krijg. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, het heeft wel geholpen. Hij is echt een stukje schoner, maar het is voor jullie heel moeilijk te zien. Kijk of ik het hier kan laten zien. Zo ziet het er nu uit. Maar ik weet niet of het heel goed te zien. Nog wel een heel klein beetje de aanslag. Maar het meeste is er in ieder geval uit. Dus dat is heel fijn.
pakketje binnen. Dus die ga ik even met jullie uitpakken. Eerst van de Coolblue. Dus ik ga hem even openmaken. Want ik vind het wel heel leuk. Ik heb namelijk nieuwe Joy-Cons besteld voor mijn Switch. En dit zijn ze. Het zijn nieuwe kleuren. Het zijn de pasteltinten. Je krijgt dus een gele en een roze. Voor de mensen die zich dus nu afvragen, wat zijn Joy-Cons? Ik heb mijn Switch er even bij gepakt. Dat zijn twee van deze dingetjes. Die zitten dus aan je Switch vast. Maar je kunt ze dus ook los gebruiken bij sommige games. Je kunt ze dus ook loshalen. En ik heb dus nu bijvoorbeeld Mario Kart. Maar stel dat ik dat een keer met Nathie zou willen spelen als die hier is op één console. Dan kan dat niet, want ik heb maar twee Joy-Cons. Ik wilde heel graag nieuwe. En toen ik de pasteltinten zag, toen was ik wel heel erg weg ervan. Dus ik zal even het doosje proberen open te maken. Dan zal ik ze even laten zien aan jullie. Ik ben even aan tafel gezeten. Ik denk dat het beter is om te zien. Zo zien ze er dus uit. Dit zijn nieuwe kleuren. Je had dus paars en groen. En dus roze en geel. Ik had het eigenlijk leuk gevonden als de roze combineerde met paars. Maar ja, je kunt niet alles hebben. En zo zien ze er dan uit. Kijk, dit zijn de nieuwe kleuren. Dit is de roze. En die klik je dus aan de zijkant van je Switch. Ik heb hier nog hoesjes voor, dus die ga ik er zo gelijk omheen doen. Het zijn wel roze hoesjes, dus het geel valt dan een beetje weg. Maar ik zou altijd nog een keer transparant kunnen doen. Dus dat is die. Nou, je krijgt er ook altijd touwtjes bij, waardoor je ze om je polsen kunt doen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dan schuif je die zo. Nou, dat ging altijd heel simpel. Natuurlijk nu eventjes niet. Kijk, die schuif je er dan aan en dan kun je hem om je pols heen hangen. We gaan er nu eventjes afhalen. Als ik weet hoe dat ook alweer moest. Ja, hebbes. Dat is de roze. En dan hebben we hier de gele. Hij is wel echt feller als dat ik dacht. Echt superleuk. Ik ga nu wel even die hoesjes pakken. En dan zal ik die er eventjes omheen doen. Dus ja, super blij met mijn nieuwe Joy-Cons. Ik zal trouwens even laten zien hoe ze er aan Switch uitzien met deze kleuren. Ik heb nu eigenlijk altijd standaard de rode en de blauwe erop. Maar dit ziet er wel heel vet uit hoor. Kijk, het ziet er wel heel leuk uit zo. Ja, ik vind het echt super leuk. Dus ik ga nu even gouden hoesjes eromheen doen. Oké, met hoesjes. Het is natuurlijk wel een beetje jammer, want het geel valt nu weg. Omdat ik alleen maar roze hoesjes had. Maar misschien als ik bij de Action kom en ze hebben nog transparante, dat ik een setje transparante meeneem. Want ik vind het eigenlijk wel jammer dat de kleuren nu heel erg wegvallen. Maar gewoon even puur voor nood dat je in ieder geval wel bescherming hebt. Want het zijn best wel dure dingen. Dus ik vind wel dat ze goed beschermd moeten worden. Ik ga ze nu gewoon eventjes neerzetten en dan misschien dat ik bij de Action nog even ga kijken voor transparante of online ergens. Kijk, op de houwer. Deze is al vol. Deze laat dus nu op. Ik vind het wel heel tof staan. Dus ja, ik ben er blij mee. Heel, heel fijn zo. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben eigenlijk best wel tevreden. Ik ben gewoon blij met wat ik heb kunnen doen. Want voor mijn gevoel ben ik toch lekker bezig geweest. Ondanks het warme weer. En dat het eigenlijk nu wel goed ging. Dat ik gewoon me niet te druk heb gemaakt. Maar toch wat kleine klusjes heb gedaan. Dat vind ik altijd gewoon wel heel fijn. Ik ben heel blij met die pan hoor, dat hij nu zo goed schoon is. Dan is Dusty ook echt wel topspul. Ja, ik vind het jammer dat ik niet helemaal goed heb kunnen laten zien hoe die er dus vooruit zag.
Omdat je nu dus gewoon echt weer met die donkere dagen zit. Ik ben natuurlijk ook heel blij met de Joy-Cons. Die staan gewoon echt heel mooi zo. Dus ja, lekker. En net nog even lekker in mijn blog en YouTube-boek gewerkt. Even lekker een voorkantje getekend ook. En even alles bijgewerkt. Vind ik ook altijd heel prettig. Dus ja, was eigenlijk wel een lekker dagje zo. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik denk dat ik vanavond even anoniem ga terugkijken. En nog wel eventjes gamen. En misschien wel even de quiz met ballen kijken. Eventjes kijken hoe en wat. En daarna ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Misschien nog vast even de thumbnail voor de video van dinsdag maken. Want er komt dinsdag dus een extra video online. Nou, ik ga verder gewoon met de Lycon Lawyer. Ook wel weer heel veel zin in. En daarna weer even parels en zwijnen. En dan ga ik weer lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus ja, ook wel weer een lekker avondje voor de boeg. Ik hou de boel nu gewoon dicht. En dan, ja, ik denk rond 8:30 of zo kan gewoon in ieder geval de gordijnen weer open. Heb je weer wat meer licht in huis. Vind ik altijd wel wat gezellig. Want ik voel me wel meer opgesloten met de dagen. Dat het zo warm is dat je de boel dicht moet houden. Maar ja, het is het een of het ander. Ik zal eens even kijken of de temperatuur heel erg opgelopen is. Ja, 24,5. Het valt nog mee. Goed, ik ga gauw de camera opladen. De batterij is leeg. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 9 juli. En het is echt heel erg vies benauwd buiten. Ik merkte het gisteravond al. Op een gegeven moment de zon die was eraf. Die ging er al vrij vroeg af. Dus ik kon op zich redelijk op tijd wel mijn gordijnen open doen. Wat wel lekker was. Maar het bleef gewoon heel vies benauwd warm. Je merkte gewoon echt niet dat het afkoelde. Dus ik had echt zoiets van... En nou, het is nu weer een hele warme dag. Het is 33 graden. Maar er is voor vandaag code oranje afgegeven. Dus ja, onweersbuien, regen, hagel zelfs. Het is alleen wachten hoe laat het komt. Want ik heb nog steeds geen melding gehad dat er wat komt. Het begint wel een beetje te betrekken. Maar ik zie nog niet echt buien in de lucht zitten. Dus het is even afwachten. Maar het zou wel fijn zijn. Want hopelijk gaat de... warme luchten dan een beetje af. Het is nou gewoon heel vies benauwd. Ik baalde eerst alweer een beetje omdat ze het ook over windstoten hadden. Ik had natuurlijk net mijn tuinsetje weer buiten gezet. Ik dacht, oh, als ik het maar niet weer binnen hoef te halen. Maar ik denk niet dat het nodig is. Gisteravond toen ging ik eventjes anoniem terugkijken. Was echt super spannend, maar het was een beetje vervelend. Want hij stond dus niet in de tv-gids gepland. Dus zodoende moest ik hem gewoon een programma aantikken. Toen had ik wel het goede programma, maar er zat nog een heel deel van het nieuws voor. Dus toen moest ik hem echt in twee delen kijken. Toen stopte hij halverwege. Toen moest ik weer een ander programma aantikken om hem te kunnen afkijken. En ik had hem al opgenomen, maar ja, daar stond hij natuurlijk ook niet helemaal op. Dus dat was een beetje vervelend. Het vreemde was, mijn moeder kon hem wel in één keer doorkijken. Die had dat niet. Dus dat is dan wel weer verschil van provider. Ik heb nog even de quiz met ballen gekeken en even lekker mijn kookspelletje ook gedaan. Toen ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten voor zover dat lukte. En toen ben ik lekker weer de Lycon Lawyer gaan kijken en daarna weer parels en zwijnen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dat is allemaal wel weer gelukt. Maar ja, je merkt gewoon wel dat het ja, niet echt lekker is allemaal. Vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga even stofzuigen, even de groenten afhalen. En ik ga straks wel foto's maken, dus dat zal ik even laten zien. Maar ja, voor zover zijn jullie weer even op de hoogte. Want verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. En het weer is begonnen. Er vallen hagelstenen, het regent echt super hard en het dondert ook nog eens. Dus nou ja, we gaan het zien of het erg wordt. Het komt nog niet af. Oh jongens, kijk die bomen tekeer gaan, joh. Oh, het waait echt super hard. Volgens mij is er ook een kliko omgevallen wat ik hoorde. Ik hoor niet omvallen, maar het waait echt super hard nu. De fotospullen. Ik heb hier allereerst de... ik ga even achterop kijken. Dit is de Wild Escape Collection. Ik heb dus hier dus de highlighter en blush. Dan heb ik hier daarvan het oogschaduwpalette. De mini mascara. De twee liquid blushes in deze kleuren en de drie lip producten. Hier komt een losse video over online nog. Dan heb ik van Essence het Hello Good Stuff Skin Clearing Serum, waar ik heel benieuwd naar ben. En ik heb de
exfoliating sponsjes. En die ga ik ook even proberen, want daar ben ik ook weer nieuwsgierig naar. Dus hier ga ik nu eerst even foto's van maken. Het weer is inmiddels weer opgehouden, maar het blijft warm. Dus ik hoop eigenlijk dat ik vanavond nog even kan luchten. Maar goed, eerst tijd voor de foto's. Zo, ik ben net klaar met foto's maken. Het ging allemaal niet zo van een heel erg leien dakje, moet ik zeggen. Normaal gaat het allemaal iets soepeler, vandaag eventjes niet. Het kost me nou ook wat meer moeite om producten uit te zoeken, omdat het boven natuurlijk heel warm was. Ik wist al wel, die collectie van Catrice ga ik sowieso nu erbij pakken, want ja, ik wist dat ik die deze vrijdag dan mooi kan filmen, die video daarvan, omdat ik dan de slaapkamer niet heb. Dus dat kwam wel mooi uit en de rest moest ik dus even zoeken, maar het was gewoon heel warm boven, dus het was niet zo prettig. Inmiddels is het wel weer droog, maar ik hoor nog wel steeds de bliksem en de onweer. Dus ik ga ervan uit dat er misschien nog wel wat regen valt, maar het is ook nog niet echt afgekoeld voor mijn gevoel. Maar het was wel lekker dat nu de boel weer open komt, want nou voel je het iets minder opgesloten. Dus dat vond ik wel heel prettig. Katjes hebben net lekker gegeten. Nou, nog wel even wat kleine dingetjes gedaan, de groenten gedaan, even wat dingen opgeruimd in de keuken. Dat vind ik altijd wel prettig. Ik kan toch niet de hele dag stilzitten. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb wel zin in die satéetjes. Maar ik denk ook nog wel dat ik het een keer zelf ga proberen te maken. Maar ja, wat ik al zei, ik denk niet dat ik het zo lekker krijg als dat mijn moeder het altijd deed. Nou, vanavond, ja, ik moet even kijken. Ik ga denk ik wel even wat terugkijken, want er is niet zo heel veel wat ik zelf leuk vind. Ik vind het op zich nog wel weer leuk om die programma op SBS te kijken met die oudere mensen die gaan trouwen. Maar voor de rest gewoon ook nog eventjes lekker met mijn kookspelletje aan de gang. Want ik had wat nieuwe recepten ontgrendeld. Dus vind ik wel leuk om die dan ook weer te gaan maken. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga foto's bewerken. Ik denk dat ik probeer vanavond even die thumbnail voor de video van dinsdag te maken. Want daar ben ik gisteren niet meer aan toegekomen. Nou, dan ga ik lekker gewoon weer de Lycon Loyer kijken. En daarna weer van Spike ook wel weer zin in. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Ik begin er nu wel. Ik denk dat het niet heel lang meer duurt voordat ik hem nu uit heb. Dus heb ik hem toch nog best wel snel gedaan voor zo'n dik boek. Maar goed, dat dus. Dus ja, verder niet heel veel bijzonders. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Ik heb wel de tweede ventilator hier nu neergezet. Want het was nu 26 graden binnen. En dan hoop ik als het morgen wat koeler is dat ik weer lekker kan gaan luchten. Maar goed, bij deze zou ik dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 10 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb wel de boel open, maar het is nog steeds wel vies warm hoor. Het is in huis weer inmiddels 26 graden, dus ik hoop dat het een beetje doorlucht. Morgen schijnt er ook nog weer een warme dag aan te komen. Dus ja, ik doe mijn best om een beetje door te luchten, maar het valt allemaal niet mee. Ik vind het wel vies benauwd allemaal. Maar ja, goed. Ik heb gisteravond Hux, Hudson en Rex zitten kijken, want ik was toch wel erg nieuwsgierig, dus ik ben lekker gaan kijken. Mooie aflevering, het was wel fijn dat er even een terugblik kwam van vorig seizoen, want ik had het allemaal niet helemaal helder meer. Dus dat was wel fijn. Daarna heb ik even nog met de groep een game gedaan, maar niet zo heel lang. Toen ben ik nog eventjes mijn kookspelletje gaan doen, maar het zat even allemaal niet zo mee. Dus dat viel allemaal een beetje tegen, maar goed, het is allemaal wel gelukt. Ik heb mijn nagels weer gedaan, ze zijn deze kleur. Het is dus weer een lakje uit de Happy Daisy lijn. Dit is de 01 You Made My Daisy. Dus het is dit kleurtje. Maar ik zit er niet echt lekker voor. Dus die. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Ik heb de thumbnail af voor de video van morgen. Dus dat is fijn. Toen ben ik verder gegaan met de Lycon Loyer en daarna weer van Spike. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Toen ben ik ook vrij snel in slaap gevallen. Ik merk wel dat ik echt moe word van dit weer. Maar ja, goed, hoort er ook een beetje bij. Nu ga ik zometeen eventjes lekker de boel doen. Morgen ga ik nog even weg, want ik ga naar de braderie toe. Dat is morgenavond. Dat is wel heel leuk, samen met mijn vader. Dus ja, dat is voor morgen op de planning. Dus ja, dat. Maar goed, nu ga ik dus zometeen de kattenbakken doen. De douche en de gang. Ik moet nog even de was opvouwen. Dus nog even wel weer wat dingen te doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga muziek aan doen en dan gaan we in deze warmte eens eventjes aan de gang. We'll be right back.
Zo, ik ben weer lekker klaar. Was wel fijn hoor. Het is lekker dat alles weer gedaan was. Ik vind het voelt altijd heel vies, want er ligt er overal kattengrit. Want met katten, die gooien wel eens kattengrit hier eruit. Tenminste, mijn katten doen dat hoor. Ik weet niet hoe dat bij andere katten zit. Dus nou, dan vind ik dat heerlijk dat het dan weer lekker verschoond is. Lekker het vieze eruit, schoon erin. De bakken weer helemaal schoon. De gang ook weer heerlijk schoon. Dat vind ik altijd zo lekker om daar dan ook echt te lopen met mijn blote voeten. Al doe ik het niet heel veel. Zoals met dit warme weer draag ik niet echt sokken. Maar over het algemeen ben ik wel iemand die liever sokken draagt. Maar goed, dat allemaal lekker gedaan. De douche is weer heerlijk klaar. Nou, toen kon ik eventjes nog die was opvouwen. Het viel uiteindelijk nog wel mee. Ik dacht dat het meer was. Maar dat was ook wel fijn. Dus dat ligt ook weer in de wasmand. Moet nog wel naar boven hoor. Maar daar had ik nu echt geen buff meer voor. Want het is boven echt super warm. En ja, ik merkte wel dat het nog steeds warm is. Dat brilletje ging echt steeds verder. Dus die moest ik steeds even zo doen. Maar ja, goed. Dat hoort er een beetje bij. Nu ga ik soms gewoon eventjes lekker relaxen. Ik ga wel even het gordijn dicht doen, want het is toch wel erg warm met de gordijnen open. Ik weet ook niet op hoeveel graden hij inmiddels staat. Of hij toch nog opgelopen is. Ik ga eventjes kijken. Ja, 24,5 bijvoorbeeld. Komt er nog regen eigenlijk. Gisteren trouwens nog wel even flink paar buien gehad ook. Later. Maar het was niet het extreme weer wat er voorspeld was. Althans hier niet. Misschien in andere plaatsen wel hoor. Ik ga dus na het relaxen ga ik eventjes lekker douchen. En dan ga ik straks lekker eten maken. Trouwens, nog even terugkomen tot die toetjes. Ik had natuurlijk gezegd dat ik ze helemaal niet lekker vond. Dat is vooral de abrikoos. De aardbei en banaan, die gaan op zich nog wel. Maar nog zal ik ze niet weer opnieuw kopen. Maar het is dus niet... Die andere twee, die gingen nog wel. Maar die abrikoos, die was dus echt niet lekker. Vanavond kijk ik weer. Ik weet er alles van. En er begint het nieuwe seizoen van de B&B Vol Liefde. En als je mij langer volgt, weet je dat ik dat altijd kijk. Dus daar ga ik weer lekker voor zitten. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd hoe en wat. Dus wel weer leuk. Ik denk dat ik nog wel even een spel ga doen. Ik ga de video van morgen eventjes in elkaar zetten. En die uploaden of inplannen eigenlijk. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Dan moet ik dus nog even een nieuwe foto van maken. Maar dat kan nog wel even, want het is niet zo heel vroeg donker. Dus dat scheelt. Dan ga ik verder met de Lycon Lawyer en weer van Spijken. Dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. En nou ja, dat is het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ik moet ook even wat drinken. Ik heb maar een heel klein beetje drink op. Ik heb nu een beetje een droge keel. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus bij deze ga ik dan zeggen tot morgen. Goedemorgen op deze dinsdag. Het is 11 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik ga vandaag naar de braderie toe. Dat is wel pas vanavond, maar door omstandigheden moet ik al wat vroeger vertrekken. Ik ga er verder niet op in wat er aan de hand is, want ik weet niet of dat heel erg op prijs gesteld wordt. Maar er speelt even iets waardoor we dus eerder weg moeten. Misschien dat ik er later toch nog wat over kan vertellen, maar ik weet voor nu niet in hoeverre het op prijs gesteld wordt. Dus ik zeg er nu maar even niks over. Dus daarom al wat eerder vertrekken. Dus het is bloedheet. Ik heb echt heel slecht geslapen. Ik kon slecht in slaap komen door de warmte. Toen was ik heel vroeg wakker door de warmte. Toen kon ik eigenlijk nog slapen. Toen ben ik uiteindelijk wel weer in slaap gevallen. Maar het is echt heel vies. Maar goed. Ik heb gisteravond nog even gekeken met Nathalie. Het was wel gezellig. We gingen niet heel erg lekker. Maar we hebben wel gezellig gekletst en zo. Dus dat was wel fijn. Nou, toen heb ik even de B&B Vol Liefde via Videoland gekeken. Want daar duurt het maar een uurtje. Dus dat was wel fijn. Op zich wel leuk, maar ik moet wel heel erg wennen weer. Nieuwe kandidaten, je kent ze nog niet zo goed. En ja, je moet gewoon even heel erg wennen van oké, hoe zijn deze mensen? Maar goed, toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik de Lycon Lawyer gaan kijken, was echt super spannend. En natuurlijk, nu zijn de afleveringen op en moet ik wachten tot augustus, tot het tweede deel. Baal ik ontzettend van, want ik had echt zoiets, oh, ik ben zo benieuwd hoe dit afloopt. Ja, ik moet gewoon een maand wachten. Hij is fijn. Nou, daarna nog even van spijken. Toen ben ik ook naar bed gegaan om een boek te lezen. En nou ja, toen ben ik gaan slapen. Wat dus niet heel erg makkelijk ging door de warmte. Maar goed. Ik ga jullie proberen vandaag nog wel mee te nemen. Maar even kijken in hoeverre het lukt. Maar ja, wat ik al zeg, het is echt bloedwarm. Dus ik ga even kijken of de katten nog genoeg water hebben. En even het voer aanvullen. Stofzuiger doorheen trekken. En dan word ik straks opgehaald. Dus ik ga jullie vandaag proberen mee te nemen.
Nog even het outfitje van de dag. Ik heb nu een jurkje aan. Die heb ik een keer bij de Action gekocht. Wel heel leuk. Ik twijfelde heel erg wat ik aan moest trekken. Maar ik dacht, nou, gewoon met een broekje eronder zo. Kan dat prima. Want ja, het is gewoon heel warm. Ik heb nog wel andere kleren mee. Mocht ik heel erg gaan zweten dat ik om kan kleden. Maar voor nu vond ik het wel leuk zo. Zo jongens, we zijn een x aantal uren later. Ik ben alweer een poosje thuis. Ik heb nog even gezellig bij mijn moeder gebeld. Het eerste wat ik heb gedaan toen ik thuis kwam, is toen ik weer alleen was, is even douchen. Want ik rook echt niet fris meer. Was wel heel leuk. Ik moet wel zeggen, ik voelde een soort van heimweegevoel. Want die braderie was dus in de woonplaats waar ik hiervoor woonde. En ik voelde gewoon echt weer zo'n heimweegevoel van, oh, ik mis dit. En ja, goed, dat gaat ook weer over, want nu ben je gewoon weer thuis en dan leg je dat weer naast je neer. Maar het is allemaal wel leuk. Ik heb even wat dingen voor lente gehaald, die is volgende week jarig. Dus daar moest ik even wat dingetjes voor hebben, dus dat heb ik mooi binnen en dan moet ik nog even wat dingen voor bestellen. Maar goed, dat heb ik dus al gedaan. Ik laat morgen nog wel even wat andere dingen zien die ik had gehaald, verder niet zo heel veel bijzonders. Maar goed, ik zit nu gewoon even lekker op de bank. Ik ga straks even de vlog in elkaar zetten en eventjes mijn foto's bewerken. Dan ga ik even kijken wat ik wil kijken op Netflix. Want ja, mijn serie, dat duurt natuurlijk nu weer een maand. Daar baal ik wel van. Dan ga ik nog even van Spike kijken. Dan ga ik lekker naar bed. Want ik denk dat ik nu wel snel slaap, dat ik ook wel moe ben. Dus dat is op zich wel lekker. Maar verder was het allemaal heel gezellig. Ja, wel gewoon gezellig gedrukt. Het viel me nog wel mee. Ja, het was wel warm. Maar het was toch wel anders warm als de eerdere dagen. Dus dat viel op zich wel mee. Ik heb nog even lekker gelucht hier buiten. Dat was of binnen natuurlijk. Dat was ook wel fijn. En nu komt er als goed is straks regen aan. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!